Wie weet, wat heb je voor een mooi drumstel? Ik heb een Invisible Drum Kit. Oh, klinkt die? Even kijken. Wat vet. We hebben die subkick ook ervoor. Wat dikke laag. Die klinkt goed, hè? Ja. We zijn in de Mealman Studio. Gijs. En we gaan ook dansen. En er is chips. En ook zout, sticks en mais. Hey Martin. Ja. Hey. Hey. Hoe heet het nummertje wat we gaan doen? Het liedje heet The Reason Why. Zo, de drums staan erop en nu mag Hinne gaan bassen. Ja, lekker. Hey, Rami. Waar was je? Ik had belangrijke zaken te doen. Nog belangrijker? Nee, maar ik dacht dat ze kort zouden duren, maar ze duurden lang. Oh. Het spijt me, dus nu zijn al mijn drumpartijen ingespeeld. Hey, Yogi, take it away! It's Yogi, yeah, hier in de Mealman Studio. Als een jongetje van 12 ontdekte ik het rappen. Mijn neef schreef de teksten, ik ging buiten opscheppen. Later ben ik zelf een hup, kan het teksten. Tijd met battles met al die cirkels. Wacht even. Ja, tuurlijk, je zit niet helemaal in de flow. Nee, wacht. Meer. Ik wou origineel bekomen, dus ik dacht mijn eigen flow. Maar ik wist niet, poepie lauw, go! De lead vocals staan erop, de bas staat erop, de gitaar staat erop, de drums staan erop. Nu de synths en nu breekt het moment aan dat Martin en Björge met de geluidjes gaan kutten. Ik zit ook echt compleet willekeurige partijen spelen. Hey jongens. Hey. Eten we? Rotti, omdat we rot zou missen. Ja. Lekker man. Oh, echt goede rotti. Heet kip. Dit is echt de beste rotti die ik ooit heb gegeten. Hoe heet je kip? Heet kip? Ja, lekker. Oh. Ik hoop niet dat dit een rot ei is. Hey, Björgen. Goed gedaan. Dankjewel. Klinkt vet. Nee, dat was niet zo'n goede klet. Nee. Nee, wacht even. Ik zie het. Zo. Ik hoop dat dit onze doorbraker single wordt. Dat was een leuk filmpje.